I feel paralyzed. Hallo kijkers van die Jelly, welkom bij Brotsende Arms aflevering 4. Eerst en vooral wil ik jullie nogmaals bedanken. Ik heb het op Facebook gezet, nog niet op de pagina. Voor de 101 abonnees, ik ben er echt fucking blij mee. Ik had echt nooit gedacht dat al eind januari, dat ik al, ja, op eind januari al 101 abonnees ging binnenhalen. En we gaan vandaag verder met Brotsende Arms. En binnenkort komt er nog een speciale video om jullie te bedanken. En daar ga ik me tijdens stoppen, dadelijk naar de andere opnames van Rollercoaster nog. Maar we gaan eerst luisteren naar het verhaal. I never asked to be squad leader. Oké, dat is heel kort. Kick off, Fox 3. Can you hear? Over. So we're supposed to kill them all before they finish breakfast. Say, what do you suppose Krauts eat for breakfast anyway? Sausage? Toast? No! God damn it! Cold glass of blood? Sarge, I can't get anyone on this thing. We're fucked. All right, same plan as before. Hartsock, you're with Baker. The Krauts know we're here, so go say hello the airborne way. You mean shoot them? Yes, obviously, Private Allen. It's just, I've never said hello like that. You could just say shoot them. Well, smartass, you're with me. Baker, remember most of these guys don't know we're coming. So you and Hartsock tread lightly while you can. Move it! Okay, ik ben vandaag met Hartsock samen. Dat is dus gewoon voor me staat. En kijk wat voor wapens we hebben. Dit is eigenlijk wel een leuke. Okay. Red, take cover! Targets! Move it! Good ass out there, man. Red, move to that position! Get down! Go, go, go! Get up here! Got it! Yep. Bring it to him! Roger! I killed him! Do the cop. There's more! Oh, man, I just... Hit the dirt! We gotta get around him! Wat een mooie plek die jij toch aangenomen om te staan. Oh kak, ik mis hem ook nog wel wat. He's down! Fuck no, twee set scores. Quick, get over there! Okay. Fall in! Got it!
kut. Baker, get back! Die hobby's staan ons in die flanken! Kut ben ik. Ja, waar ga je staan, jij slimme? Dat is het begin, die kan ik. Assault now! Suppressing fire! Take that position! Roger, the army's firing! I dropped that one too! Weet niet dood, nu moeten we heel voorzichtig zijn, want we zijn niet meer fel. We hebben hier maar geen koord meer voor. Volgens mij. Hey, hey! Granaatje gegooid. Oei, we hebben het zelf opgeblazen. Godverdomme, eerst een die. Jammer dit. Maar alsnog is dood. Dus het is dus, alleen verder gaan. Ik ga even een granaatje gooien. Dit moest hij wel raak, dus oh, zijn benen eraf. Serieus, zijn benen eraf gepeerd? Tuurlijk. Laat je hem save hier? Yes, dus als we dood gaan spannen we hier al. Goed van de Duitsers. Even deze gun pakken als die daar boven komen. Kom op! Ik denk dat ik hem met de machine gun zal pakken. Ze schreeuwen allemaal fucking waar. Ik zit ook in een heel schiet, mooi schietgebied. Dus ik kan hier achter de boom gaan. Ik kunnen nog een statie verder. We kunnen nog een statie verder. Verstanden! Amis! Schon dabei! Ik heb mijn koers op. Verstanden. Die. Hier nog. Yep. Pak ze maar mijn kant. Ja, die slacht moet zo. Oh, kut. Slimme Duitsers. Die was nep, jongens, ik zweer op. Ik kan hier iets ontmoeten ofzo, of een keer voor binnen gaan schieten. Wat is ik er wel op doen?
Doei. Allemaal kapot. Nou, het zijn alweer een hele fucking hele familie neer. Ofzo, dat zijn onze mensen. Alright, it's connected. Backblast clear. Oh shit! Load another! Load another! Hang on! Load it now, Garnet! Hang on! No, hang on! If you get me killed, Garnet, I swear to God, I will fucking kill you! Wires connected! Go! Dagen. I'm ready to kill some krauts. Oké, ze hebben weer een schuur in de fik gestoken. Hier ligt een bazooka achter hem. RPG. Er komen al Duitsers buiten, dus... Ah, god! Ik zal hem gaan activeren. Let's go around them! Uit koffer rond. Dat is eigenlijk een kutte plekje. Shit, 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 shit. Ga daar, maat. Hier, we leven nog altijd, man. Oké, okay, als het nog één keer raar was, hebben we dood. Yes! Dit is echt risico's. Ik heb echt net risico's genomen om die Duitsers af te maken. Dat is de laatste. Als we die hebben, zijn we klaar. Maar als die mij nu pakt... Het is gelukt, we hebben het overleefd. Om één keer te knippen. That was kind of crazy. I'm sure I'll never do anything like that again. I'm sure we'll do something that crazy a few more times before the sun goes down. So who's hungry? The keys are still in it! I say this Opel Blitz just became official U.S. Army property. What do you think, Mac? I think I'm driving. Nice, we hebben hem binnen, de vierde chapter. En drukken continue en wij gaan, dit zijn dus weer een fotootje van chapter 5 voor aflevering 5. Maar ik doe out of chapter en yes. Wij gaan volgende week vrijdag verder met een nieuwe aflevering van Trotsen Arms. Tot dan.